Hallo allemaal, hier nog een keer Maria van Maria's Designs. En we waren net bezig met de kaft van ons mini-album. En ik heb een beetje een layout gemaakt van hoe ik graag de binnenkant wil hebben. Ik moet hem eventjes zo aan jullie laten zien, dus ik schuif hem even door. Want hij is namelijk erg groot. Ik hoop dat jullie het een beetje zo kunnen zien. Maar alles zit nog los en ik wil eigenlijk samen met jullie dit eventjes af gaan maken. Oké, dus we leggen even dit aan de kant. Ik heb nog niks beïnkt of wat dan ook. Ik gebruik de kaarten van de Noordpool. Dat vind ik op zich wel leuk. En je werkt van het noorden naar het zuiden en de Zuidpool. Dus die leg ik ook even aan de kant. En aangezien ik weer met color blocking bezig ben, vond ik het wel leuk om er een witte strook tussen te maken. En zo hef je de verschillen tussen de verschillende designs hef je ook op. Alleen ik moet nu nog wel eventjes deze randen op maat snijden. Ik had er al een klein beetje een merkje op gezet. Even kijken. Oh nee, deze moet ik hebben. Zo. En dan doen we deze nog even. En die daar. Zo. En zijn jullie ook al een beetje begonnen om een album te maken? Ik ben erg benieuwd. Laat het me gewoon even weten. Ik ga eerst eventjes deze kant, dus de onderkant, vastmaken. Dan ga ik hem dus aan drie kanten, ga ik hem even distressen, of in ieder geval met distress ink bewerken. En dat is nog steeds de Ground Espresso. Kijk, in het midden hoeft niet, omdat daar natuurlijk die band overheen komt. Dus dat is één. En deze doen we aan de onderkant. Het is toch wel een hele mooie combinatie. Dat blauw en dat wit en dat grijs en bruin. En... tenminste, ik vind het heel mooi bij elkaar passen. Zo, even de deksel erop voor het uitdrogen. Nou, dan gaan we eventjes het spul erop lijmen. En kijken hoe ver dat we daarmee komen. Tenminste, als ik mijn dopje van mijn lijm krijg. En anders pakken we de Dutch Doobadoo lijm. Hebbes. Ja, ik heb altijd geleerd, je moet eerst het oude maken voordat je met het nieuwe begint. Dus dat gaan we dan ook maar eventjes doen. Deze pagina's lijm ik, dit designpapier lijm ik wel helemaal op mijn karton, dus op mijn kaft. En ik probeer er straks nog een of andere pocket van te maken waar je dan ook nog wat foto's of iets dergelijks achter kunt doen. Ik weet nog niet helemaal precies hoe ik het doe, hoe ik het wil gaan doen, maar dat komt zo wel gaandeweg. Nou, deze eventjes plakken. Ik plak hem vrij dicht bij de rand, want ik vind het zelf wel heel mooi. Dan moet ik eigenlijk even mijn middenstuk pakken, want die moet natuurlijk ook goed aansluiten. Waar is mijn middenstuk? Oh, hier. Ik kan zeggen, waar is mijn middenstuk gebleven? Even met een vouwbeen erover. Zo, daar ging mijn vouwbeen. Hoppakee. Kijk dat we die wel op de goede hoogte krijgen. En dan moet dat gelijk daar weer mee. Nou, dan zitten we op de goede weg.
Dus krijg je van die haksels erin. Dat vind ik ook weer niet mooi. Hoezo een beetje kritisch, toch? Zo. Een dopje erop, een fles op zijn kop. Hoppakee. Nou, dan leg ik deze er wel even naast. Want nogmaals, ja, ik moet hem wel op de goede hoogte zien te krijgen. En dit is hem precies. Zo. Goed aandrukken, goed het lijm eronder verdelen. Het piept er soms wel eens eventjes een beetje tussenuit. En wanneer je denkt van, oké, hier heb ik nog een stukje, dat heeft niet helemaal goed gepakt. Dan doen we dat even een heel klein beetje lijm eronder. En dan zit het ook goed vast. Zo. Daar komt nog weer wat over. Oké, dan schuiven we door. Schuiven we al door? Nee, we schuiven nog niet door. Dan zit ik even te kijken van hoe ga ik deze bevestigen. Doe ik dat alleen maar in het midden of laat ik aan de zijkanten, zodat je er nog wat onder kan schuiven. Ik denk dat ik hem aan de zijkanten doe. Zodat je er nog iets in kan steken qua een flap of een, weet ik veel wat. Maar ik denk dat ik dat maar gewoon eens ga proberen. En dat gaan we doen met een stukje tape. Hier zit nog net een klein strookje op. Schaar. Zo. Die kan weg. Die is leeg. Nou, gelukkig hebben we een nieuwe rol bij de hand. En dan nog eentje. En deze kant. Kijk, dat soort acties, dat komt dan spontaan bij mij naar binnen, want ik heb zoiets, ja, wat gaan we daarmee doen? Maken we gewoon de kaf dicht, maar ik vind het ook wel leuk om daar een mogelijkheid te creëren, zodat je daar ook nog wat foto's kwijt kunt. En dichtmaken kan altijd nog natuurlijk. Zo. Nou, even goed verdelen. Moet even op het oog. Dat is het midden. En dit moet hem zijn. Zo. Die zit. En dan gaan we naar de linkerkant. Dit even weer aan de kant. Nou, dat is precies hetzelfde natuurlijk. Gaan we ook even weer ininkten. Oh, ik ga even een beetje wiebelen. Neem me niet kwalijk. Nee, dat gaan we anders doen. Want dan zit die plakstrook, dus die moet even weg. Ik voel nou net hier aan deze rand dat ik hem daarvan uit de paperpad heb getrokken. Dus dat is een beetje ruw. Dan kon ik dat eraf snijden, maar ik doe hem gewoon aan de... In het midden, dan komt toch die strook over. Dus er is niemand die dat dan opvalt. Nou, even de randjes weer. Mooi beïnkten. Zo. Ook weer klaar. Dekseltje erop. Huppakee. Nou, dan moet ik even kijken...
dat we dit op de goede lijn hebben, op één goede lijn. Eerst maar even de onderkant vastzetten. En inmiddels is het alweer 3 uur, hoor ik. Dus de tijd gaat snel. Ook al zit je in een lockdown en in een quarantaine. Het gaat altijd nog weer sneller dan dat je denkt. Dan is het maar goed dat we onze hobby hebben. En dat we ons niet hoeven te vervelen. Nou, dan ga ik even kijken. Hiermee moet gaan schuiven. En een beetje naar beneden. Ja, zo zit hij goed. Zo. Alles even goed weer aandrukken. Ja, ik zit nu een beetje buiten beeld, maar nogmaals, dat kaft is inderdaad best wel groot om het zo goed op te kunnen nemen. Maar jullie begrijpen de bedoeling. Bij de bovenste kan je het inderdaad, kun je het wel goed zien. Ik kan er ook niet meer van maken, want nogmaals, ja, die kaft is groot. En mijn camera heeft natuurlijk, mijn telefoon heeft zoveel bereik en dan houdt het op. Mijn tafel is ook niet groot, of niet groot. Die zal wel te vol liggen, denk ik. Je wil niet weten wat ik er allemaal omheen heb verzameld de laatste tijd. Maar goed. Je wilt toch wat. En om iedere keer nou alles bij elkaar te moeten gaan zoeken, daar heb ik ook niet zoveel zin in. Dus dan blijft het, meestal blijft het dan liggen. Even kijken dat het goed op één lijn komt. Die zit ook goed. Beetje nog naar buiten. Hebbes. Nou, ook deze weer goed aandrukken. Al het lijn weer goed verdelen. En zo. Nou, ik vind hem wel geslaagd als ik eerlijk ben. Zo. Dan moeten we hier even wat strookjes tape nog op plakken. Dus dan gaan we precies hetzelfde doen als wat ik ook aan de andere kant heb gedaan. Zodat we daar, maak er een soort pocket van, zodat we daar ook nog weer iets onder kunnen schuiven. En dan heb je niet 8 pagina's, maar we hebben er dan 10. Dan heb je 10 pagina's om je foto's allemaal in kwijt te kunnen. Nou, op zich lijkt me dat wel heel mooi. Er gaat trouwens in het hele album gaan 2 grote paperpads in. 1 kleintje. En wat cardboard figuren. Wat van die die-cuts met stevig karton erachter. En dat ga ik straks nog verwerken op de voorkant, want dat is het leukste, de voorkant decoreren. Dat deed ik altijd als eerstes. Maar ja, zoals ik al eerder zei, dan ben je zo bezig met de voorkant. En dan moet je het hele album nog. En ja, dat viel wel eens tegen, dus ik heb nog wel een paar albums wat nog niet af is. Het is op de juiste hoogte. Ja. Ik denk, en nou gaan we het andersom doen. Dus ik heb eerst de pagina's allemaal klaar gemaakt. En dan daarna pas de kaft en de voor- en de achterkant bewerken. Dat is net als met warm eten. Je gaat eerst het eten opeten wat je minder lekker vindt. En het lekkerste bewaar je voor het laatst.
Dan blijft het gewoon leuk. Kijk, zie je? Zo komt hij heel mooi uit. Nou, super. Deze ga ik maar wel even vastzetten met tape. Want dit moet natuurlijk wel heel goed plakken. Die mag niet gaan verschuiven. Want dan hebben we een probleempje. Want hier komt natuurlijk de hinges op van de pockets. Ja, dat moet gewoon goed vastzitten. Het mag niet gaan doorhangen. Het moet echt stevig zitten. Dus bezuinig daar niet op qua tape. En maak het zo goed mogelijk vast in je album. Want dat zijn dingen, ja, dat kun je niet weer overdoen. Nog maar drie, nog twee of drie. Ik denk drie. Ja. Een beetje hoger in beeld. Volgens mij schoof ik weer een beetje naar beneden. Hier nog even. En de laatste hier. En de laatste. Zo. Nou, goed aanwrijven, aandrukken, zodat het geen kans heeft om ooit nog eens een keer los te schieten. Dit gedeelte nog. Oké. Okay. Oh hier, ik wil zeggen, was mijn pick tool, maar... Ja. Ja, en de laatste. Hebbes. Die hebben we ook. Dan ga ik er toch nog een beetje lijn tussen gebruiken. Ook met name dan, stel dat ik hem nog niet in één keer goed heb, dat hij misschien nog een beetje kan glijden. Even in between de tape. Nou, dit moet helemaal goed komen, denk ik. Top daarop. En nou kun je deze ertussenin plaatsen. Dan moet ik hem even draaien. Het album. Is dat handig dat ik hem draai? Nee, dat is ook niet handig. We gaan het gewoon proberen. Op hoop van zegen. Kijk aan de onderkant. En ik doe het met mijn timmermans oog. Dat ik het goed verdeel. En als het een beetje mee zit, boven, nou ja, dan piept hij ietsjes. Maar op zich moet dit voldoende zijn. Maar dit is mijn vouwbeen. Dat is ook altijd, oh hier, ik wil zeggen, dat is ook altijd zo geweldig. Je bent, als je één keer bezig bent, je bent ook van alles kwijt. En zo zit je binnenkant, tenminste mijn binnenkant van mijn... mini-album Arctic, Antarctic,
Ziet er dus zo uit. Dan moet ik eventjes weer mijn vouwlijnen opzoeken. Even deze stroken aan de kant, want daar heb ik helemaal kriegel van. Zo. En dan moet ik ze nog een keer weer invouwen. Even kijken waar die zitten. Hier zit er één. En hier zit er één. Nog voorzichtig weer meebuigen. Niet overstrekken of drukken of weet ik veel wat. Gewoon eventjes de tijd geven dat het papier een beetje rekt en strekt. Daar vliegt me ook nog van de rode tape om de oren. Nou, weg ermee. Hoppakee. Ik draai hem even. Nou, ik moet hem even de tijd geven, want ik voel een beetje spanning. Het is niet de bedoeling dat je dan door moet gaan drukken, want dan heb je kans dat alles gaat scheuren. En dat willen we natuurlijk niet. We hebben al het werk voor niks gedaan. Komt. Er zitten natuurlijk ook heel wat lagen papier op. En dat heeft gewoon even de tijd nodig dat hij wat mee gaat buigen. Nou, langzamerhand, dan lukt dit wel. Nou, ik had het net al warm, maar ik heb het nog warm. Nou, op zich durf ik het al aan om daar de hintjes in te maken. Ik kan dit nog even goed nadrogen, want het is nog niet helemaal droog. En dan gaat hij ook wat bollen. En dat willen we natuurlijk niet. Dan plaatsen we deze. En daar komen onze pagina's straks heel mooi op. Dus dat houdt in dat we de tape, het beschermlaagje, kunnen verwijderen. Is dat het handigste dat ik het zo doe? Dat jullie dat goed kunnen zien. Oké. En nou is het heel belangrijk dat deze er zo recht mogelijk in komt. Want als je hinge al scheef is, dan gaan je pagina's, je pockets, gaan straks uitzakken en is je hele album is scheef. Dus het is wel even een kwestie van goed opletten hoe je dit gaat plaatsen. Maar dat moet vast en zeker goed komen, hoop ik. Ik word helemaal kriegel van die, van dat tape. Dan kan ik dat natuurlijk even doen met mijn liniaal. Zo. En dan moet ik even kijken hoeveel ruimte ik boven en onder nodig heb. Want dit is een liniaal. Even goed kijken. Waar je hele mooie vlakverdeling op hebt. En je ook precies kan zien of je inderdaad recht of scheef zit met je hele gebeuren. Even kijken hoor, want hij moet zowel tussen deze lijnen als boven en onder evenveel ruimte.
Oké. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar ik hoop dat hij goed zit. Oei, hij zit. Mijn vouwbeen. Nou, dit vind ik altijd wel even spannend, dit gedeelte. En dan even alles goed aandrukken. En zo moet het lukken. Even checken. Nou, volgens mij gaat het helemaal goed komen. En zo niet, ja, dan hebben we helaas pindakaas. Dan hebben we pech gehad. Maar ik denk dat het wel goed komt. Ik zal eventjes kijken naar één pagina. Hoe dat staat als die er alvast opgeschoven wordt. Nou, dat is helemaal, echt helemaal tof. Kijk eens. Prachtig, dacht ik. Echt heel mooi. Al zeg ik het zelf. Oké. En dat is dus de binnenkant van je album. Ik denk dat ik ook maar eens ga beginnen om daar de pagina's nu op te maken. En dan hebben we ook een beetje een idee hoe de album inderdaad er straks helemaal uit komt te zien. Hier heb ik nog wat kaartjes van de Noord- en de Zuidpool. Ik heb geprobeerd te werken in dit album van het noorden naar het zuiden. En die moet ik straks nog even, of ik maak er een mapje van dat ik hem straks hier zo onderschuif, dat hij dan blijft hangen. Of ik plak hem er zo op, dat weet ik nog niet, maar goed, dat bedenk ik me straks nog wel. Dus deze leggen we nog even aan de kant. Ik ga eerst even zorgen dat ik hier tape op krijg. Zodat onze pagina's straks goed vast blijven zitten. Oké. Nou, eens even kijken hoe het beste is om dat te doen. Zijn jullie nog steeds? Zien jullie nog steeds? Ja. Ik had het natuurlijk beter aan kunnen brengen voordat ik de hinge bevestigde in het album. Maar soms dan ben je zo enthousiast en dan doe je al dingen waarvan je denkt van, oh ja, dat had beter even anders gekund. Maar dat maakt niet uit. Komen er wel. Ik doe twee stroken omdat ik toch wat smallere tape heb en ik wil natuurlijk wel dat die pagina's goed, die pockets goed vast blijven zitten. Die slaan we terug. Dan gaan we naar de volgende pocket. De volgende hinge. De volgende pocket bedoel ik. Ja. Nou, dan zijn het maar vier pockets. Normaal heb ik ook al wel albums, ben ik begonnen met albums, zo moet ik het zeggen, waar meer pockets in kwamen te hangen. Maar dan wordt je, de rug van je album wordt natuurlijk ook veel breder. En ik denk dat dit gewoon een hele mooie maat is. En dat vier pockets, ja, daar kun je heel goed mee uit de voeten. Het is niet te weinig, het is niet te veel. En zolang als jij er maar heel veel flappen in maakt en aanmaakt, dan heb je ook genoeg mogelijkheden om foto's te plakken.
Of art journaling erbij. Of wat je maar leuk vindt natuurlijk. Dus ik denk dat die standaard van 4 pockets dat ik het er wel aanhoud. Want tot zover bevalt me dat prima eigenlijk. Die hebben we. Dan moeten we dat even goed aanwrijven. Niet het risico lopen dat alles straks loslaat. Oké, nou de andere kant nog even. Nou, dit zit nou zo'n muur vast. Het zal wel heel knap zijn als dat weer los zou schieten, maar ja, je weet maar nooit natuurlijk. Nou, jongen, kom op. Komt die glasblad is een beetje glad. En dan schuift me dat er net steeds schuift me dat weg. Nou, we zijn er bijna. En dan doe ik de pockets er straks overschuiven. En dan hebben jullie nog één video te gaan. Na deze. En dat is echt het eindresultaat. Want ik wil hem natuurlijk ook nog de voorkant. En nog wat dingen op de pockets aanbrengen. Maar dat moet je natuurlijk altijd ook naar eigen idee gaan doen. En soms dan weet ik ook nog niet echt precies wat ik wil. En dan denk ik, nou, even een nachtje overslapen. Letterlijk een nachtje overslapen. En dan de volgende dag, als je een beetje geluk hebt, dan heb je zulke leuke ideeën. Nou, en dan denk ik, nou, dat gaan we doen. En die. Nou, deze nog even. En dan is die, wat mij betreft, zover klaar. Om de pockets eraan te maken. Deze. Zo. Nou, dan moeten we even weer flink aanwrijven. Aandrukken. Dat alles goed vast zit. En ook alles goed vast blijft zitten. Nou. En dat moet hem zijn. Zo. En nu gaat het beginnen. Nu pakken we de eerste pagina. Kijken of ik de goede heb. Ja. De eerste pagina, even goed kijken, schuiven we over de hinge. En eigenlijk leg ik hem plat neer. En ik druk hem aan en ik kijk of die helemaal recht ligt. Daar ligt hij. En nou ben ik mijn picktool weer kwijt. Oh, hier. En nu ga ik dus mijn tape eronder uithalen, mijn die. En de tweede. Dat was mijn vinger. Nu had ik even een vervelend karweitje. Het gaat niet heel makkelijk, merk ik al wel. Volgens mij komt hij.
Nou jongen, kom op. Zo, dat was even een zware bevalling. Zo. Dan heb ik mijn tape behoorlijk laag aan de onderkant gezet. Dan maar eens even kijken hoe ik dat weer ga oplossen. En hier zit ook nog een stukje tape. Ik denk dat ik daar nog een strookje dan moet plaatsen. Dus we nou maar eerst eens eventjes de ene, de bovenste weghalen. En dan de onderste. Zo. Tada. En dat is onze eerste pagina. Hoi. Oké. Nou, ik vind het echt super. Ha. Soms dan sta je jezelf te verbazen. Nou, op naar de volgende. Mapjes even aan de kant. Ik had elke pagina had ik even, nee, dat zeg ik niet goed. Elke pockets had ik even in een apart mapje gedaan. Kijk, zie je? Gewoon zo'n multomapje. Zodat alle onderdelen bij elkaar bleven. Dan hier piept ook nog weer wat los tussenuit. Dit is 3 en 4. Dat is onze boot. Die moeten we ook nog kwijt ergens. Oké. Deze schuiven we er ook op. Wel kijken dat je echt ook de pocket pakt en niet bij de flap insteekt. Wat ik dan doe is kijken of die recht ligt. En dan maar eerst eventjes de tape eraf halen. Want ook deze hintjes, ja, dat schiet weer terug. Dus dat werkt toch nog niet zoals ik dat graag wil. Misschien de volgende keer ze toch iets hoger maken. In plaats van de 1,5 centimeter. Maar. Dan schuif ik hem er straks wel over. Kijken of dit lukt. Dan eerst één kant doen. Ik begin er gewoon een beetje van te trillen. Zo spannend vind ik het. Nou, dat kan toch ook niet de bedoeling zijn. Toch? Nou, die alvast maar eventjes aandrukken. Dat is ook helemaal goed. Dan deze kant tape verwijderen. Is voor jullie nog steeds een beetje te volgen. Ik zal een beetje proberen op te schuiven, zodat je goed kan zien wat ik doe. Ik zit zelf maar rampen, maar. Als je maar eerst een begin hebt, maar dat tape dat schiet natuurlijk weer steeds terug. Oei, ik denk dat ik hem heb. Dat is 1. Nou de onderste. Maar goed, gewoon kalm blijven. En dat is de tweede. Hopla. Even goed aandrukken.
Nou, dit staat me ook niet aan, dat moet er ook af. Oké. Dus een stukje tape wat daar niet had moeten zitten. Nou ja. Straks nog een beetje beter wegwerken. Dat is onze tweede pocket. Tot zover gaat het goed. Onze derde pocket. Dat is de andere helft van het schip. Wat nu mag. Kijken of die er goed op past. Ja, ook super. Zie je? Heel mooi. Nou, maar eerst de tape er weer af, want anders dan lukt het toch niet. Ben ik bang. Oké. Zo. Even de opening goed vinden van de pockets. Ja, die zit ook goed. Nou, stuk tape er maar weer onderweg. Het is maar goed dat dat ding geen 10 bladzijden heeft, want daar word je niet heel vrolijk van. Maar goed, alle goede dingen komen langzaam, zullen we maar zeggen. En het laatste streepje van deze pockets. Kijk, op een gegeven moment ga je daar ook vanzelf handigheid in creëren. Nou! Ik vind het helemaal top. Ze zijn ook nog allemaal recht ook. Dan hoop ik dat dat ook voor de laatste zo geldt. Even kijken dat ik dit er goed op zit. Deze zo. Die was daar. Ja. Oké. Nou, de laatste pocket. En dan neem ik even een pauze. Nou. Oké. Die schuiven we daarop. Hoi. Oh jongen, je moet er niet afschuiven. Kom op. Even kijken of ze goed recht liggen. Dit is dan de allerlaatste pocket. Daar nog eventjes weer de tape onderweg. Dat is ook niet zo heel makkelijk. Nou, kom op.
Immers, dat is 1. En dit is 2. En aandrukken maar weer. En zo, het heeft even geduurd, maar zo zitten alle pockets in de pocket. Oké. Dit is ook allemaal goed gegaan. Check nog even aan de bovenkant. Kunnen jullie het zo zien? Kijk, het moet nog een beetje zetten. Nou, dan neem ik even met jullie het album door. Even mijn strookjes van de plaktape, van de sticky tape aan de kant. Zo, nou, dit zijn nog de kaartjes, inderdaad, hè, wat de Noord- en de Zuidpool, wat ik hier nog iets mee ga doen. Maar ik zal even beginnen bij deze pagina, pagina 1. Daar kun je altijd nog iets ondersteken qua foto's. Ik heb hier een paar kleine tags, die moet ik nog eventjes gaan verwerken. Dus de afwerking, dat begint nu pas. Die stoppen we daar even onder, dan weet ik dat hij erbij hoort. Dan moeten nog pockets in. Pockets, fotomappen. Ik ben helemaal into the pocket tegenwoordig. Hier moeten dus nog fotomappen in, dus dat laat ik jullie nog zien. Dan komen we bij deze pagina, hè, die we met z'n allen hebben gemaakt. Een fotomap, een fotokaart en nog een fotokaart. Plus je ziet de hele walvis. Vond ik op zich ook een hele leuke pagina. Het is een pocket wat helemaal doorloopt, dus het houdt niet op. Hij is alleen hieronder dichtgelijmd, zodat je een grote fotomap achterin kan steken. Iets kleinere voor. En het kaartje. Ik vond het jammer om het hier zo in te verstoppen, want dan zie je de helft maar van de walvis. Dus ik denk we gaan het zo doen. En dat is pagina 2. Pagina 3. Heb ik al wat kleine dingetjes opgelijmd. Is met een magneetje. Hele grote fotomap. Boven. Onder. En het sluit zich met een magneet. Ook die moet ik nog weer wat meer gaan afwerken. Dan komen we bij de middenpagina's. Pagina 4 en 5. Ik leg hem even een beetje scheef neer. Maar die vind ik zelf ontzettend mooi geworden. Dat was ook mijn uitgangspunt om dit album ook zo te maken. En nogmaals, het is niet mijn idee, maar het is het idee van Daphne van Scrap & Create. Je ziet hier het schip. En je flapt de kaart open. Je krijgt een landkaart. Ik zal hem even zo doorschuiven. Flapjes weer dicht. Je flapt hem opzij open en je hebt ruimte voor foto's en journaling. Oké, pagina 4 en 5. Gaan we naar pagina 6. Is een herhaling van pagina 3. Openklappen. Ruimte voor foto's. Deze weer dicht. Pagina 7. Precies hetzelfde als pagina 2. Grote fotokaarten en een mapje. Pockets waar je het in kan schuiven. Het schip in zijn geheel. Kaarten weer naar achteren. De grootste achterin. De tweede komt hier. En het mapje komt hier. Pagina 8. Dat is dus de Zuidpool waar we zijn beland.
Hier kun je dus ook allerlei dingen nog achter steken. Maar nogmaals, deze pagina, dat moet ook nog afgewerkt worden. De aankleding moet nog gebeuren. En dan gaan we naar de kaft, de binnenkant van de kaft. En waar is mijn kaart gebleven? Dat is deze van de Zuidpool. En die ga ik hier nog maken. Maar ik denk dat ik een mapje maak, zodat hij er heel mooi over komt te hangen. Dat is tot dusver mijn map, mijn album. En zogauw als ik weet wat ik op de voorkant doe en dat hij helemaal is afgewerkt, kom ik weer bij jullie terug en zien jullie echt het eindresultaat. Ik hoop dat jullie het tot zover leuk hebben gevonden, deze workshops, deze tutorials. En ik hoop dat jullie mijn video's ook willen waarderen met een duimpje omhoog. Of dat je misschien zelfs abonnee wilt worden op mijn videokanaal. Ik zou dat super fijn vinden. En ik zou het ook heel fijn vinden om jullie reacties allemaal te mogen lezen. En natuurlijk ook om te zien wat jullie uitvoering is van een mini-album. Dus heel veel plezier bij het maken ervan. Dankjewel voor jullie aandacht en het geduld. En tot een volgend project. En nogmaals, de afwerking laat ik jullie sowieso zien. Oké, groetjes allemaal. Doei!